Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 januari van Weerplaza. Het weer wordt vandaag bepaald door een hoge drukgebied boven België. Eindelijk zien we de zon weer eens. In het noorden zijn soms wat meer wolkenvelden, maar ook daar is de zon toch wel geregeld te zien. Het is vanochtend 4 graden en vanmiddag wordt het maximaal 6 tot 8 graden. En de wind die blijft op de achtergrond, die is hooguit matig rond kracht 3. In de loop van de avond neemt de wolking geleidelijk aan toe en morgen ziet het er heel anders uit. Het is bewolkt en regenachtig, vooral in de ochtenduren. In de loop van de middag wordt het van het westen uit droog en klaart het in het westen mogelijk op, dan zien we de zon weer, maar in de avond kunnen er weer een paar buien gaan vallen. Het wordt 7 tot 9 graden en het waait morgen flink vanuit het zuidwesten, windkracht 7 aan zee. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het uitermate wisselvallig met elke dag buien. Donderdag hebben de buien een winters karakter, mogelijk met hagel en natte sneeuw. En de temperatuur gaat geleidelijk aan naar beneden. Het wordt smiddags maximaal 5 tot 7 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.